De confituurboekhandelstip van de week. Elke week stelt een confituurboekhandel een nieuw boek voor dat je beslist moet lezen. Een nieuwe zaterdagmorgen, een nieuwe boekhandelstip en een nieuw iemand in de studio. De vorige keer dan hadden we Brenda hier uit Gent. En vandaag zit in de studio Thomas Barbier van boekhandel De Reigere in Brugge. Goedemorgen, Thomas. Dag, Chris. Hallo. Wat heb jij vandaag meegebracht? Ik heb vandaag mee De Verscheurde Staten van Amerika van Johan Obdebeek. Johan is een van onze gerenommeerde historici. Hij heeft heel veel geschreven over Napoleon, Franse geschiedenis. En heeft zich nu geworpen op een zwarte pagina uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. De Amerikaanse Burgeroorlog. Dat is een heel zware kost. Dat lijkt misschien zo, maar eigenlijk vind ik het niet. Het is een boek dat mij enorm aansprak. Ik ben zelf iemand die heel graag ook de Amerikaanse politiek volgt. En het intrigeerde mij altijd welke gedachten, welke gevoelens, welke geschiedenis er eigenlijk onder die kloof zat tussen de Republikeinen en de Democraten, zoals we die nu zien. En Johan heeft eigenlijk een boek geschreven dat teruggaat naar bijna de oorsprong van die tweespalt. En dat is dus de jaren 1860, waar Lincoln president was. En die eigenlijk de fameuze woorden heeft gesproken. All men are created equal. Die heeft een belangrijke speech ook gehouden. En daaruit is eigenlijk de hele tegenbeweging gekomen van de staten waar slavernij eigenlijk zeer ingeburgerd was en wijdverspreid en een belangrijk deel van de bevolking was. De eigenaars van die slaven waren daar natuurlijk niet gelukkig mee. En die hebben eigenlijk de burgeroorlog dan ontketend als tegenreactie op die beslissing van Lincoln. En Johan Obdebeek slaagt er eigenlijk in om enerzijds de geschiedenis heel mooi te kaderen van wat is er allemaal gebeurd, maar Belgische historicus zijnde legt hij ook de brug met de geschiedenis bij ons toen. 19e eeuw, onafhankelijkheid van België, nieuwe staat, nieuwe koningen, nieuwe internationale betrekkingen. Wat heeft het betekend voor onze bevolking? Hoeveel Belgen zijn in die tijd ook al naar Amerika geëmigreerd, zeg maar. En zo wordt het ook iets dat echt van bij ons is. Dus het gaat niet enkel om de burgeroorlog, maar het gaat ook om wat is historisch gezien de band tussen de Verenigde Staten en België. De Verscheurde Staten van Amerika van Johan Obdebeek. Een zeer leesbaar en vlot boek om meer te weten te komen over de burgeroorlog vroeger, maar ook het VS van vandaag. Dit was de confituur boekhandelstip van de week bij La Classica.